Er wordt een eerste wine en tapas evenement gehouden in Suriname op 28 juli. En de studenten van de Suriname College of Hospitality and Tourism, die hebben dat georganiseerd. Ze moeten er een cijfer voor krijgen. En we gaan hierover praten met Santusha en Rewien, die ons vertellen wat dit allemaal precies inhoudt. Wine en Tapas Fair, dat is ons afstudeerproject. We zijn vierdejaars studenten van Suriname College of Hospitality and Tourism. En in het kader van ons afstuderen moeten we namelijk een evenement organiseren. Dus wij hebben gekozen voor de Wine en Tapas Fair. Okay. Rewien, bij een fair, dan hoor je, het is een beurs. Wat wordt er allemaal hierbij gedaan? Nou, alle wijnhandelaren in Suriname zijn benaderd geworden om te participeren. De importeurs, ook de lokale producent van wijnen. En die gaan dus die dag hun wijnen displayen, laten proeven aan mensen, gratis. En daarna ook verkopen natuurlijk. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? We hebben in de afgelopen jaren ook andere projecten gehad. Het Ethnic Food and Cultural Festival. En we hebben gezien dat het een succes is geworden. Na die festivals zijn er diverse andere organisaties die ook met festivals en culturele dingen zijn begonnen, zoals Opnieuw Amsterdam en zo. En omdat we in de hospitality business zijn, kijk, wijn wordt veel gebruikt in restaurants en hotels. Toen dachten we, laten we ook op dit gebied iets doen. Want Surinamers zijn geen echte wijndrinkers, maar de laatste tijd zie je dat de importen gestegen zijn, dus men houdt wel ervan. Maar als je in een slijterij gaat, dan kan je die meneer die vragen van, kan je een flesje voor me open doen, laat me het even proeven. Je weet niet hoe die wijnen smaken. Dus dit is een geschikte plek om dat te doen op een beurs middels een wijnproeverij. Eigenlijk zijn we dus al 4 jaar daar op school. Alle theorie die we hebben gehad, eigenlijk moeten we nu kunnen bewijzen van we zijn in staat om een evenement te organiseren. Natuurlijk met de kennis die je hebt meegekregen. En dus dat doen we dus als afstudeerproject. Wat betekent toch toerisme voor jou? Nou, toerisme betekent heel veel voor mij. Waarom? Dat Suriname heel veel te bieden heeft wat betreft toerisme. We zijn nog niet waar het wezen moet. Maar natuurlijk willen wij dan dus onze bijdrage doen om Suriname te brengen naar een eigenlijk hoger niveau wat toerisme betreft. Je zit al een tijdje op de opleiding en je moet nu afronden. Op welk niveau is Suriname wat toerisme eigenlijk deze hele sector aangaat? Eigenlijk zijn we dus nu aan het opbouwen. Er komt een heleboel op gang. Attracties komen op gang. Er zijn een heleboel evenementen, er komen veel meer toerisme. Men praat veel meer in het buitenland over Suriname. Suriname krijgt bekendheid. Dus het komt nu wel op gang, om het zo te zeggen. Rewien, met deze persconferentie, wat willen jullie aan de gemeenschap brengen eigenlijk met jullie heel project? Ten eerste, kijk, de gemeenschap heeft er natuurlijk baat bij dat ze die kennis over die wijnen kregen. Ja? En met het project moeten wij kunnen bewijzen dat we als studenten aanstaande managers kunnen worden door het succesvol te organiseren. Hoe hebben jullie de studie eigenlijk doorlopen, de opleiding? Het is heel vlot verlopen. Het leuke is dat je na 2 jaar al op stage moet en in het buitenland, omdat men het niveau waarop wij die stage moeten doen, je hebt niet veel hotels in Suriname waar je die stage kan doen. We zijn dus verplicht om naar het buitenland te gaan, voor 3 maanden minimaal. En dat was een van de hoogtepunten van de studie, omdat je daar op een heel ander level eigenlijk ziet hoe een hotel of een horecabedrijf gerund wordt. Hoe vond je het, Santusha? En bij hetzelfde. De stage was echt een hoogtepunt voor ons. Omdat je dus eigenlijk kennis maakt met toerisme op een ander niveau. In Suriname kent men wel, er komen wel toerisme, maar niet dat er 500 tot 600 toeristen in 1 keer naar je hotel komen. Dus dat was echt een hoogtepunt. Je ziet toerisme op een heel ander niveau dan wat we in Suriname hebben. En natuurlijk krijg je dan ideetjes van hoe zou het anders kunnen in Suriname.
Rewin en Santosha die vertelden ons over het Wine & Tapas evenement. Op maandag 23 juli is er een persconferentie gehouden hierover. Het is een project uit hun opleiding, Suriname College of Hospitality and Tourism. En ze hebben dus gepresenteerd wat ze allemaal gaan doen tijdens de presentatie van hun project die ze de volgende week houden.